Als je je afvraagt wat heeft zij nou weer om de nek hangen, dat zijn lichtjes. Ik ben zelf een levende kerstlichtshow en dat heb ik allemaal omgedaan omdat ik zo meteen naar Veldhoven ga. Daar is de grootste kerstlichtshow van Nederland in iemands achtertuin. En ik ben onwijs benieuwd of het wat is. Ik ga filmen, dus jullie zien het zo. Ik ben hier bij de kerstlichtshow van Henk Visser in het Brabantse Veldhoven, de grootste kerstshow van Nederland. Ruim 30.000 kerstlampjes dansen er twee keer per avond op de maat van kerstmuziek, 15 minuten lang. Mensen kunnen hier zien zo'n beetje 30.000 lampjes, die staan te dansen op de maat van de muziek, elke avond. Een flinke show dus. En het opzetten van zo'n kerstlichtshow is geen kattenpis. In de zomer begint Henk al met de nodige voorbereidingen. Op een minuut lichtshow ben ik ongeveer 10 uur aan het programmeren. Dus 15 minuten lichtshow is 150 uur programmeren. Zo'n beetje. Wat ik erg tof vind, is dat de kerstlichtshow gekoppeld is aan een goed doel. Het Ronald McDonald Huis. Ja, ik heb er een goed doel aan gekoppeld, al sinds het tweede jaar zo'n beetje. Het Ronald McDonald Huis. Mensen kunnen geld in een speciaal daarvoor bestemd huisje doneren. Natuurlijk is het in het echt nog veel mooier dan op dit filmpje. Het komt eigenlijk helemaal niet over op video. Dus ga zeker even kijken. Nog tot 1 januari is de show elke avond twee keer te zien. Op kerstlichtshow.nl vind je alle info.